En als je al die gegevens op een rij hoort, kan je maar één conclusie trekken. En dat is dat Excelsior Maassluis, de ploeg in het zwart, de favoriet is voor de wedstrijd tegen Barendrecht. Maar Barendrecht komt vroeg in de wedstrijd op 1-0. Remy Salem met een hele knappe kopbal. Nou, een goede, vloklopende aanval van de thuisploeg. Het is de derde minuut van de wedstrijd. De voorzet is van Bas Maurits en de prima tegendraadse kopbal van Salem. Het is zijn derde doelpunt van het seizoen. En dus moet Excelsior Maassluis wat. En dat wordt dan bijna een handje of liever een hoofdje geholpen door Jeffrey Aerts. De lat redt Barendrecht. Lasse Wouter. Blij. En daar is Kevin Vink. En daar heeft Barendrecht alle geluk van de wereld dat er geen andere Excelsior aanvallen voor het doel is. Blij, weer hij. Bal kwijt, jongman met de overname. En dit is een goede steekbal. Dit moet de 2-0 zijn en dit is de 2-0 niet. De kans van Dabagian. En wat voor kans? Navaja Sanchez. Het schot geblokt en daar is dan Caldi. Bal van richting veranderd en binnen. 2-0 voor Barendrecht. Grote vreugde bij de ploeg die dit seizoen pas één thuiswedstrijd won. Het schot van Van Delen geblokt. En Caldi, bal van richting veranderd. Van Leeuwen kansloos. 2-0 is ook de ruststand. Na rust, Sefa Koert. Ja, Barendrecht, daar sta je slecht te verdedigen. Want Sefa Koert is een van de best koppende verdedigers van de tweede divisie. En dat moet je weten. Dat staat in boekjes, dat staat in analyses. Maar bij Barendrecht waren ze dat blijkbaar even vergeten. Nog wel de voorsprong voor de thuisploeg. Salem, randje buitenspel, mag door. Salem, oog in oog met doelman Van Leeuwen. Had daar de wedstrijd moeten beslissen. Maar doet het niet. En dus blijft het 2-1 en blijft de voorsprong voor Barendrecht een porseleinen voorsprong. Een klein kwartier nog. Balbezit voor Blij. Langs Caldi, daar komt de voorzet van Splunter met de vingertoppen. Het blijft 2-1 voor Barendrecht, dat eindelijk weer eens een thuiswedstrijd wint. En de vreugde is begrijpelijk.